Welkom bij Topnames. Welkom Esther Gons. Esther, je bent van Next Amsterdam. Jij bent al jaren bezig al met start-ups aan het begeleiden. Dus aan jou mag ik wel zeggen, wat doen jullie? En vertel, doe je pitch heel erg kort. Mijn pitch heel erg kort. Want dan heb je alle start-ups afgelopen jaren geleerd. De pitch mag best wat langer zijn. Hè? Nee, wij zijn een start-up studio en wij investeren en begeleiden in... de oprichters van start-ups vanaf het eerste begin totdat ze een werkend bedrijf hebben. En dat doen we met een relatief klein aandeel in geld en vooral veel begeleiding en framework. Ja, nou heb ik dat eerder gehoord. Ja. We hebben wel meer mensen aan tafel gehad die start-ups begeleiden en accelerators beginnen en noem maar op. Wat onderscheidt jullie van alle anderen? Nou ja, vooral het feit dat wij zeggen, die hypes zijn een beetje over. Wat wij willen zijn revenue-driven start-ups. Dus start-ups die richting een werkend business model gaan en ook echt geld in het laadje brengen. En het feit dat we zeggen, ja, niet alle start-ups zijn hetzelfde. Dat programma, dat one program fits all, dat is natuurlijk, dat werkt niet op lange termijn. En wij zeggen, wij gaan echt 2 jaar met die start-ups aan de gang. Die begeleiden we. Wij kunnen ze een framework bieden. Wij kunnen ze laten zien waar ze moeten versnellen, op welk moment ze juist wel of juist niet geld moeten gebruiken. Zodat ze ook werkelijk een werkend model kunnen vinden. Nou, jij zei de pitch moet heel kort, dat is gelukt. Maar nu zeg je zoveel dingen in 3 zinnen, dat we volgens mij even terug moeten... Ja, jij begon met, hoe is dat nou echt? Ja, nee, maar je zegt echt zoveel dingen in 3 zinnen. Dus je zei de hype is over, het one model fits all model. Zo zei je nog een aantal dingen. Mag ik uitweiden? Laten we even, ja, we pakken ze per stuk. Laten we even terug naar het begin. Je zegt van, nou, wij hebben een ander model, want de hype is over. Welke hype is over? Nou, je zag natuurlijk in het begin dat het start-up ecosysteem begon van, hey, hoe gaat dat nou werken? Hoe vinden investeerders dat interessant? Dat het heel erg ging opbouwen naar, dat betekent dat we moeten investeren, daar weer overheen moet investeren, dat er valuaties op ideeën komen die eigenlijk een beetje over de top waren. En dat er dus geïnvesteerd misschien wel ideeën die alleen hype werden en niet daadwerkelijk op een businessmodel of inkomsten gericht waren. Denk bijvoorbeeld aan een Giphy. Dus dat is dus heel erg hype driven. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat al die investeerders hun die wilden natuurlijk zoveel mogelijk ROI, return on investment. Ja, dus even voor mij vertaald. Investeerders die keken vooral naar van hoe sneller kan ik mijn geld terugverdienen. Ja. Een hype was ook goed, maakt niet uit wat je doet. Als het maar... Ja, de unicorn. Als het maar veel reuring veroorzaakt, dan was het al snel goed. Wat gaan jullie daar anders in doen? Nou ja, veel meer kijken van, nou ja, waar wil je echt heen? Lost jouw idee ergens een probleem op? Heeft het een haakje naar een echt probleem? En kun je daar werkelijk ook geld mee gaan verdienen? Is jouw visie dat je er zo snel mogelijk geld mee wil verdienen? Dat is nu vaak niet zo belangrijk, hè, bij start-ups. Niet altijd. Ik hoorde juist altijd, ja, geld verdienen, toch, Erwin? Klopt. Als je veel gebruikers hebt, als je maar groot wordt, dan dat geld verdienen komt vanzelf. Dat vinden jullie niet oké. Okay. Nou, het is heel belangrijk, juist vinden wij, dat je wel in je visie hebt dat je er zo snel mogelijk geld mee wil verdienen. En dat het dan ook echt een bedrijf kan worden. Mm-hmm. Daar zijn wij overigens zelf best wel fan van, toch? Ik verzet me er altijd heel erg tegen. We hebben hier veel mensen aan tafel gehad die... Weet je, als je dan eigenlijk tussen de regels door merk je dat het belangrijkste doel is van startende ondernemers die hier aan tafel komen, om financiering op te halen. Ja. Dus een investeerder te vinden die er x 100.000 euro of x miljoen in wil stoppen. En dat is eigenlijk je ultieme doel. En dan is dat het businessmodel eigenlijk. Ja, want dan kun je gaan groeien. Dat is ook wel heel goed. Ik zie nog steeds wel dat een VC, dus zo'n investeerder, heel erg veel zin heeft. Maar dan vooral om je te laten schalen als je weet dat het werkt. En je daadwerkelijk ook inkomsten kan hebben. Want anders dan krijg je dat je een investeerder hebt en helemaal nog niet weet of het werkt. En daar misschien een paar jaar later achter komt. En dat zou ook zonde zijn. Ja.
jij en Timon, je partner in crime in deze, zijn de afgelopen jaren hier ontzettend actief mee. Hè? Ja. Zelf, maar ook binnen Rockstart zijn jullie mentor, hebben jullie bedrijven geholpen. Wat vind jij zo fascinerend? Wat drijft jou zo in start-ups een stap verder helpen? Ja, dat heb ik zelf ook wel eens nagedacht. Want ik heb natuurlijk iets van 5 tot 6 jaar vrijwillig heel veel tijd in al die start-ups al gestopt. Ik denk dat bewijzen is van dat er iets ook daadwerkelijk werkt of anders kan. Of, dus die innovatie is eigenlijk een stapje verder in verandering. En dat kunnen bewijzen en waarmaken dat het ook echt kan. Dat zit bij mij van binnen gewoon heel erg. En dat vind ik zo mooi aan al die start-ups die eigenlijk bezig zijn met het bewijzen dat er iets anders op een andere manier ook kan werken. En dat, daar krijg ik heel veel energie van. Ja. Jullie hebben recentelijk je eerste investering gedaan. Ja. Bedrijf dat Cocoon heet. Waarom zijn jullie voor dat bedrijf gevallen? Ja, Cocoon heeft ook zo'n combinatie van dingen waar wij heel erg voor staan. Dus dat is een team dat heel erg een eigen visie heeft. Weet waar ze heen willen. Dus Cocoon is op het gebied van HR en bij elkaar brengen van talent en bedrijven. Hebben ze een visie van hey, dat moet anders kunnen. Want je wil eigenlijk dat het klopt qua cultuur. Je wil klopt dat de plek klopt in plaats van dat het alleen maar die skills zijn. En hoe kunnen we dat nou doen? En hun team en hun visie. Plus dat zij inderdaad zien dat het anders zou kunnen werken en dat willen waarmaken. Met gewoon hun eigen inkomsten. Dat maakt dat wij dat een hele interessante start-up vinden. Als er bedrijven, heel veel start-ups zijn. En natuurlijk zijn die enerzijds zijn die zelf op zoek naar deskundigheid en naar geld. Maar jullie zijn ook op zoek naar start-ups. Hoe hebben jullie zelf bij die Cocoon gepitcht? Hoe wij onszelf gepitcht hebben. Dat moet je ook doen natuurlijk. Ja, dat ging eigenlijk heel natuurlijk. Want bij Cocoon waren ze heel erg op zoek naar juist die begeleiding. En dan niet qua hoe zij hun start-up zagen, qua visie. Maar meer vanuit de insteek van nou, hoe vind ik nou dat werkende businessmodel? En hoe test ik daar nou nu naartoe op een goede manier? Hoe hou ik daar de vaart nou in? En wie zou daar ons bij kunnen helpen? Dus dat was eigenlijk een hele logische interactie waar we naartoe gekomen zijn. Dus zij kenden ons al. En zij hadden echt de vraag van die begeleiding, dat is interessant, die willen we eigenlijk wel. Ja. Als er nu naar deze uitzending start-ups kijken die ook op zoek zijn naar naar investering, naar begeleiding, et cetera. Welke start-ups moeten zich niet bij jullie aanmelden? Voor welke heeft het gewoon geen zin? Voor start-ups die niet in de tech of webmobile kant zitten. Voor start-ups die eerst in een hype geloven. Dus vooral niet aan de revenue-driven kant zitten. Die hoeven zich niet te melden. En als je nog in je eentje bent, dan mag je eerst een team gaan zoeken. Want ja, we zijn wel streng. Ja, we zijn wel streng, ja. Ja. Hey, maar dan zie ik, je noemde het net, de hype is over. We hebben hier heel veel start-ups van tafel gehad. En we hebben het afgelopen 2 jaar denk ik heel veel bediscussieerd. Hè, van, zijn het niet te veel standaardprogramma's? Komt niet iedereen met dezelfde verhalen hier uiteindelijk terecht? Toch kiezen jullie er nu voor om nog een accelerator te beginnen. Weer in de start-up markt. Ja, ik weet ook niet of je het een accelerator geef het een andere naam, maar jullie helpen en begeleiden ook start-ups. Ja, ja. Kun je dat doen zonder je af te zetten tegen het huidige ecosysteem? Nou ja, wel denk ik. Ik denk dat het huidige ecosysteem in de laatste 5, 6 jaar zo ontzettend gegroeid is. Vooral in Nederland. Volwassen geworden, echt heel erg groot is geworden. Misschien wel mede dankzij dat er hypes zijn geweest. En de naam start-up iets heel anders betekent inmiddels. Dat er juist ruimte is gekomen voor wat wij nu bieden. Voor een start-up studio die deze begeleiding biedt op een andere manier. En juist veel meer vanaf... Maar hoe onderscheidend is het? Want jullie hebben een soort... eigen schema, dat noem je een canvas, van hoe je daarin moet opereren. En vraag 1 is, welk probleem ga je oplossen? Ja, nou, dat canvas is onderdeel van ons framework. Dus dat hoor ik altijd. Ja. Dat doen alle accelerators. Welk probleem ga je oplossen? Dus
Weet je, het begint al met van een soort vanzelfde methodologie. Of is het echt daadwerkelijk anders? Ja, nou die start-up methodologie zit natuurlijk in heel veel accelerators. Je ziet dat de accelerators die nu in het ecosysteem zitten zeggen van... hé, we willen wat grotere start-ups. We willen kijken of er al omzet is. Misschien is er hoeveel traction heb je al. Omdat het ecosysteem ook groter wordt. Dus bieden wij juist die begeleiding vanaf het allereerste begin. Ben jij een first-time founder? Begin jij net? Dan kunnen wij jou helpen met... Inderdaad, de achtergrond van ons framework is die Lean Startup methodologie. Dus inderdaad, is er een probleem en hoe kun je dat oplossen? Maar daarnaast helpen we ze met hoe hou je daar nou de vaart in? Hoe test je nou of dat daadwerkelijk zo is of niet? En hoe kom je nu zo snel mogelijk met heel weinig middelen naar zo'n werkend model? En dan is het ook heel belangrijk dat je, dus dat canvas is bijvoorbeeld één tool, maar er zijn er meer, dat je mensen laat zien waar zit je nu? Dus steeds uit het micro naar het helikopterview haalt en weer terug. Dus er zitten een heleboel soorten begeleiding in dat framework, maar ze blijven zelf juist aan het stuur staan. Dus niet een ja, een... maar die positionering is toch wel heel belangrijk, want ik zie andere bewegingen in het wereldje. Raymond van der Klein die onlangs een blogpost neerzette, zei nou, als dit de start-up wereld is, dan ben ik geen start-up meer. Dan wil ik er niet bij horen met hun nieuwe Teamly bedrijf. Ja. Hoe kijk jij daarna? Van, weet je wel, jullie positioneren je als onderdeel ervan, maar net met een andere invalshoek? Of heb je ook zoiets van, nou, het moet echt anders? Nou, in ieder geval kan ik je vertellen dat er binnenkort een meet-up is over dit thema. En bij ons hun kantoor. Ja. Met Raymond. Ja, dat weet ik wel. Maar het zou fijn zijn als ze dat zelf even zouden. Ja, ik moet ook wel wat zeggen. Ja, natuurlijk. Nou ja, vooral dat stukje van die hypes en dat elke start-up geweldig is en dat anders moet, daar ben ik het mee eens. Hè. Weer terug naar wat wil je nou echt? Waar ga je naartoe? Wil je nou gewoon daadwerkelijk niet gewoon ergens een keer omzet draaien? En hoe ga je daar zo snel mogelijk naartoe? Daar sta ik helemaal achter. Ik weet niet per se of de term start-up nu iets is wat je niet meer hoeft te gebruiken. Ik snap dat geëvalueerd is. Dat is natuurlijk net als met nieuwe technologie die eerst voor gezellige mensen is. Hè. Twitter was natuurlijk iets heel anders eerst, waar we allemaal elkaar kenden. Ja, en toen kwam de massa en toen werd het ineens iets heel anders. Ja. Dat vonden we allemaal vreselijk. En die term start-up is natuurlijk door de media gepakt als zijnde iets interessants. En betekent nu niet meer wat het eigenlijk zou moeten betekenen. Maar ik weet niet of dat heel erg verkeerd is. Of dat misschien juist helpt, omdat het veel meer mensen toegang geeft tot dat start-up ecosysteem. Dat het ook ondersteunt. Ja. Ik sta erachter. Maar gaan we dan eigenlijk terug naar het begin? Dat een start-up weer gewoon iemand is met een idee die iets wil ondernemen. En de kritiek die je nu vaak hoort, hè, van dat het een lifestyle ding is geworden, dat jullie juist daar een beetje afstand van nemen en weer terug naar de basis? Nou, voor mij betekent die basis qua start-up iets anders. Ik denk dat het inmiddels voor heel veel mensen een start-up ook iets heel anders betekent. En voor ander woord maakt dan een startende onderneming, is het feit dat een start-up in een risicovolle context eigenlijk op zoek is naar een businessmodel. En dat zoekende factor en naar dat businessmodel dat ook nog heel schaalbaar is, dat betekent voor mij dat het anders maakt dan een startend bedrijf. Want die heeft al voorbeelden van businessmodellen die werken. Die weet dat die er marketing in kan gooien en die kan gaan schalen om die onderneming te laten groeien. Als je een start-up bent, kan je nog niet schalen, want je moet eerst nog zoeken naar wat je dan in hemelsnaam moet gaan schalen. Want je hebt dat businessmodel nog niet. Ja. En dat vind ik de belangrijkste factor. En dat is ook precies waar wij bij Next start-ups mee helpen. Dat eerste stuk, dat zoekende. Okay. Hoe ga ik nou geld verdienen? En hoe zoek ik dat uit zo snel mogelijk? En wat ik heel leuk vind aan jullie is dat jullie er zoveel over publiceren. Over wat jullie doen, hoe jullie het doen, et cetera. Dus ik zou willen zeggen, ook al ben je zelf geen start-up, maar bezig met je plannen, je dromen, je ondernemingen. Lees vooral het blog, want het is super interessant om het in elke setting, denk ik, tot je te nemen. Zeker, next.amsterdam. Ja. De eerste investering is gedaan. Hoe
als je het over schaalbaarheid hebt, hè, waar het altijd over gaat als het over start-ups gaat. Hoe schaalbaar zijn jullie zelf? Hoe groot zie je jezelf maximaal worden? Nou ja, de schaalbaarheid, daar gaan we nu aan werken. Die eerste investeringen hebben we vooral met eigen geld gedaan. En we wilden heel erg graag wat wij leerden bij bijvoorbeeld grotere bedrijven terugbrengen naar start-ups. En op die manier een cirkeltje maken en zo investeren. En inmiddels willen we dat gewoon veel groter trekken. Nu zeggen we gewoon, nee, wij kunnen juist investeerders helpen die graag in start-ups zouden willen investeren en niet precies weten hoe, welke start-ups, vinden dat dat lastig is omdat die start-ups nooit voldoende begeleiding hebben. Die kunnen we bij elkaar brengen en ook weer bij die start-ups brengen. Dus nu worden jullie dan zelf een fonds waar investeerders nu, ja, zich bij... Ja, dus nu zeggen we gewoon, we gaan het groter trekken. Wij gaan ons richten op echt 10 start-ups in 2 jaar. En dan laten zien dat wij voor meerdere start-ups meer succes kunnen betekenen. En niet alleen één keer een hele hoge hype. Ja, nou begreep ik van Tiemann, jouw partner in crime, dat de, zeg maar de klassieke VC's, de venture capital partijen in het circuit in Amsterdam, dat die eigenlijk de weg wel kennen. Die weten wel wie ze zoeken en waar ze komen. Richten en die kijken ook veel naar veel latere start-ups. Die eigenlijk later, vaak scale-ups, zoals ze dat dan tegenwoordig noemen. Wat voor soort investeerders, kun je daar een etiketje op plakken? Wat voor soort investeerders jullie dan willen bemiddelen? Eigenlijk die investeerders die heel graag wel iets met start-ups zouden willen. Want die vinden dat maar niet interessant worden. Hebben, of niet weten waar ze dan naar moeten kijken bij start-ups. Hè? Wat is nou belangrijk? Vooral omdat we zo heel erg vroeg zitten. Zijn natuurlijk andere dingen belangrijk dan als je al een modelletje hebt waar inkomsten in zitten. Niet goed weten waar ze ze kunnen vinden, wie dat nou zijn. En graag die begeleiding zien of dat contact met die start-up. En dat kunnen we dan mooi bij elkaar brengen. En juist, ze kunnen ook juist leren van dat ecosysteem en elkaar. Dus jullie zoeken eigenlijk allebei. Je zoekt start-ups om in te investeren en te begeleiden. En je zoekt investeerders om start-ups te kunnen begeleiden. Ja, precies. Jullie zijn dat de afgelopen 2 jaar zeg maar aan het doen. Wat heb je daarvan geleerd? Want je hebt de afgelopen 5 jaar heb je heel erg veel geleerd van het begeleiden van start-ups. Wat daar allemaal in speelt en wat daar de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Daar was je, in die tijd was je minder bezig, denk ik, met de investeerders. Ja, alleen die investeerders die je dan bij de start-ups te zien krijgt. Wat heb je daarvan geleerd de afgelopen periode? Dat ook in investeerdersland het ecosysteem heel gegroeid is in Amsterdam. Dat de VC-fonds die er zijn, die schuiven ook op naar inderdaad meer scale-ups. Want die willen veel meer tegelijkertijd kunnen wegzetten. En ook grotere bedragen, omdat dat meer oplevert. En dat er dan juist weer een gat is in dat eerste begin waar wij in zitten. Waar je toch afhankelijk bent van, zoals ze dat noemen, angels. Die in wat kleinere bedragen investeren. En heel erg vanuit, ik wil graag start-ups helpen. Ik vind het interessant omdat dat wel of niet in mijn vakgebied zit. En ik wil daar meer bij betrokken zijn. Maar daar hoor je altijd van dat we daar in Nederland vergeleken met bijvoorbeeld Amerika niet zo goed in zijn. In die zin dat er minder van zijn en dat als het dan, ze zich angels noemen, dat ze eigenlijk al best een groot percentage van de aandelen willen van meet af aan. Is dat nog steeds zo of is dat aan het veranderen? Ja, je ziet natuurlijk wel die angels die nu heel erg bekend zijn in die start-ups en dat die dat nog steeds hebben. Maar die zijn al bekend met de start-ups en die weten ook precies welke ze zelf moeten hebben. Maar er zijn natuurlijk een groot aantal mensen die nu graag zouden willen investeren in start-ups. En dat komt natuurlijk ook door de economie en doordat de rente vrij laag is. En dat er andere manieren van beleggen misschien wat minder interessant zijn. Die zeggen van, hé, maar dat is interessant. Wij willen hier ook iets mee. Wij willen ook toegang tot die markt hebben. En die weten niet precies hoe ze dat moeten doen. Even kijken, Johan Schaap vraagt op Twitter. Zijn er ook nog sectoren die jullie interessant vinden? Hij noemt travel, HR, journalism. Focussen jullie op een gebied? Ja, op een vertical, zoals ze dat mooi noemen. Daar hebben we heel lang over nagedacht. We zitten natuurlijk heel erg in die tech, web, mobile sfeer. En we hebben bij Rockstar bijvoorbeeld ook digital health begeleid. En mijn eigen zwak is education, edtech.
Maar wat je heel erg ziet is in de startups die wij begeleiden, dus echt op die webmobile, op dat webmobile vlak, dat eigenlijk een soort eigen vertical is. Juist in de edtech of in de digital health sphere zijn er ook startups die willen bewijzen dat het anders kan. En dan toch weer naar zo'n webmobile startup toetrekken voordat ze, of eigenlijk worden, voordat ze in het grote systeem weer iets willen veranderen. Maakt het jou uit of er een sport, start-up of een, in dit geval HR, weet je, het zijn totaal... Nee, dus daarom hebben we uiteindelijk gezegd van dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Want wat we zien is dat we juist hardware bijvoorbeeld, daar zijn wij minder goed in. Maar juist alles wat met die webmobile te maken heeft, daar kunnen we een hele goede begeleiding bieden. Dus dan doen we geen verticals, maar juist dat gebiedje afbakenen. Ja. Wat zijn, behalve dat je zei van je moet het probleem oplossen en je moet eigenlijk al op zoek zijn naar een verdienmodel, et cetera. En dat heel bewust ook zijn. Is jullie lijstje van dingen die je afvinkt of waar je een bedrijf, een start-up op beoordeelt, is die nog langer? Welke elementen zitten daar nog meer in? We zitten natuurlijk heel vroeg, dus het team is echt heel erg belangrijk. Maar zitten jullie, even kijken naar waar je dus veel voor doet, ook voor Rockstart. Ja. Zitten jullie in diezelfde fase of zitten jullie net ietsje later dan bij Rockstart? Of zit ervoor. Is het hetzelfde? Voor zelfs ervoor. Nog? Okay. Ja, dus echt heel vroeg. Vanaf dat je je team hebt verzameld en denkt van, nou ja, hoe gaan we dit nu verder doen? Hoe gaan we dit groter trekken? Of hoe maken we hier überhaupt een bedrijf van? Ja. Dus net daarvoor, denk ik. En daar ben ik je andere vraag. De vraag was, als jullie een start-up beoordelen, wat zijn de belangrijkste elementen? Behalve die ik net al zei, zijn er nog andere... Juist omdat we dus zo vroeg zitten, is team echt super belangrijk. Want als het in het team niet klopt, en dat klopt, en dat hebben we de laatste 5 jaar wel echt heel vaak gezien. Als de meeste dingen die fout gaan, is eigenlijk een team dat niet goed gaat. En dat wil je niet. Dus het team is heel belangrijk. Hoe ze zelf denken over de markt en in wat voor soort markt ze zitten. Bij ons heeft een female founder heeft een plus 1. Dus daar kijk ik extra goed naar. Waarom? Omdat ik diversiteit wil op kantoor. Alleen al dat. Want, maar als een doel in zichzelf? Denk je ook dat ze succesvoller zijn? Ja, mixed teams zijn is volgens mij bewezen dat ze succesvoller zijn. Klopt. Vaak is het zo dat female founders een extra duwtje nodig hebben. En je hoort nu al accelerators roepen, we zijn female founder friendly. En denk ik, maar jullie zijn wel allemaal mannen. Dus het is ook omdat ik het kan roepen. Ja. Dus dat is een beetje Andere dingen nog waar je op let? Behalve team en markt, die zijn super belangrijk. Dat revenue driven, dus dat je echt wel het idee hebt dat je er iets mee wil verdienen en hoe je dat wil doen. Ja, dus met een verhaal van we gaan eerst volume maken en dan zien we later wel hoe we geld gaan verdienen. Daar hoef je bij jullie ook niet mee aan te komen. Nee. Twitter was bij jullie er niet doorgekomen. Nee. Ook niet, nee. En zelfs Snapchat denk ik niet. Nee. Terwijl ik dat toch wel een hele interessante vind. Ja, inderdaad. En je moet echt wel iets met dat probleem oplossen waar je al over begon. Het hoeft niet per se de cure for cancer te zijn, maar het moet wel een haakje hebben naar iets... Wat mij wel aansprak is, ik noem het aan het begin al even, jullie hebben een soort methode online ook gezet. Er was ook een heel kort videootje. Kunnen we dat afspelen zonder dat... Ja? Misschien moeten we er even naar kijken. Dat is jullie canvas, zoals het dan heet. De methode. Talk to your customer and find their real pain. Prove there is a problem. Offer them real value and prove your solution solves that problem. Convert that value into revenue. Prove they will pay. And find other customers like them. Prove you can scale. Dat is toch in 20 seconden, in 4 stappen. Ik zal het nog een keer herhalen. Ja. Welk probleem ga je oplossen? Ja. Stap 1. Welk probleem ga je te lijf? Hè? Jouw methode lost dat daadwerkelijk het probleem op? En bewijs dat maar eens even. 3. Willen mensen betalen voor die oplossing? En 4 zijn er heel veel mensen die willen betalen voor die oplossing. De basis, klopt. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, zo simpel is het eigenlijk.
Ja, dit was trouwens ook een MVP van ons, dit videootje. Dat canvas is eigenlijk op basis van... Er zijn natuurlijk al heel veel canvassen in de wereld op basis van de Lean Startup methodologie. En wij waren aan het stoeien daarmee van... Het zijn allemaal losse vakjes die je in moet vullen. Die hebben wel relatie tot elkaar. Maar wij misten dat stukje dat je kon zeggen... Hey, waar zit ik nou eigenlijk? Welke stappen zijn er nou belangrijk? En hoe kan ik nou zien hoe ik überhaupt voortgang boek? Want in dat eerste stukje... van je start-up, als je op zoek bent, dan kan je niet zeggen van ja, ik heb nu meer inkomsten, dus je kan zien dat ik naar boven ga. Het gaat beter, we zetten meer om of we hebben meer gebruikers. Dat is heel lastig. Dus we hebben dit canvas eigenlijk gemaakt om te kunnen laten zien waar ben je, in welk stukje ben je, hoeveel voortgang heb je daar al geboekt en wat zou je nog moeten doen om een stap verder te kunnen. Overigens, ik kwam deze week een mooie blogpost tegen over Buffer. Een dienst die je helpt je social media te schedulen. En die in alles extreem transparant zijn. Die hebben een prachtig dashboard, dus je kan zien hoeveel geld ze verdienen. Ja, salarissen elk staan moment, overal hoeveel open, salarissen ze verdienen, wat het de investeringen zijn. Nou heb ik daar altijd van gezegd en gedacht, ja dat kan ik ook als het goed gaat. Hè, maar gaan ze het ook nog doen als het slecht gaat? Ja. Maar het ging nu niet goed met ze. En daar hebben ze deze week ook een mooie blogpost over geschreven. Wat natuurlijk wel interessant, hè, want daarna als het succesvol is, en zij hebben laten zien, er zijn mensen die willen betalen voor ons, maar daarna komt het ook weer een hele moeilijke periode. Ja. Van, dan moet je gaan schalen. Dan moet je gaan schalen. En wat is dan de juiste verhouding daarin? Ja. Ze hebben meer mensen aangenomen dan eigenlijk goed voor ze was. Want ze dachten, die groei die zal wel nog harder gaan dan het tot nu toe ging. En hebben nu hun eerste 10 mensen moeten ontslaan. Wat voor een klein bedrijf van een man of 80, 90 natuurlijk ook een ingrijpend ding is. Maar goed, mocht je dat interesseren, zoek het eens op. Dat is een interessante blogpost, vind ik. Want iemand anders zag ik namelijk, daarom kom ik er eigenlijk een klein beetje op. De discussie hierover ging ook op Facebook, meen ik. En juist die fase waarin je hebt laten zien van oké, er zijn mensen die ervoor willen betalen. Maar als ik naar een groot publiek wil, dan heb ik investering nodig. Hè? Ja, ja. Dus is dat waar jullie dan zelf ook weer een rol in spelen? Want die start-up van jullie moet op een gegeven moment door. Ja, dus wij zeggen eigenlijk, wij kunnen tot die tijd kunnen wij in ieder geval hele goede ondersteuning bieden. Dan kunnen we helpen met alles wat wij ontwikkeld hebben, waar we kennis van hebben. En juist dan, dus haal zo min mogelijk investering op in dat eerste stukje. Maar ga dan, als je schaalt, heb je weer een andere fase. Heb je misschien, dan heb je wel die investering nodig. En dan zijn wij eigenlijk overbodig. Want dan moet je een andere begeleiding hebben. Of misschien helemaal niet meer. Moet je het zelf gaan doen. Dan heb je die investering nodig. En wat we wel bieden zijn haakjes naar die follow-ups. Of misschien VC's die het interessant vinden. Of bedrijven die bij ons willen aanhaken. Maar dan is onze begeleiding is in principe... Dan hebben we het goed gedaan als dat lukt. Dan zijn wij niet meer... van toegevoegde waarde. Ja, zo staan we er ook echt in. Ja, hoe zie je jullie bedrijf voor je nu, of dit initiatief voor je over een jaar of 5? Ja, hoe groot wil je worden? Heel groot. Is dit schaalbaar? Ja, en dan op dat hangt meerdere, toch heel erg op jullie, plekken. Nou ja, als je het goed neer kan zetten en je kan dat framework met de juiste mensen die je dingen kan leren, de juiste specialisten, als je dat uit kan bouwen, dan kan het natuurlijk veel groter. Is dat ontzettend afhankelijk van jouw ervaring, 5 jaar, rockstart... Qua inzichten, ja, maar dat kan je natuurlijk ook verdelen als je dat goed neerzet. De curatie is belangrijk, maar ook daar hebben andere mensen kennis van. Dus ik zie dat, ik zie dat in het ecosysteem in Amsterdam, maar ik zie ook best een next punt, weet ik niet. Wat voor mijn namen zijn er nog meer? Oké, echt super ambitieus. Ja, en dan ook qua ecosysteem. Ik zie ook wel dat we behalve die angels of de investeerders die in ons investeren en onze alumni qua startups die we heel erg veel toegevoegde waarde willen blijven bieden, dat we ook voor bedrijven interessant kunnen zijn. Ik denk dat het ecosysteem wel heel belangrijk is voor startups en blijft. En daar willen we ook aan blijven bijdragen als Next Amsterdam. Of Next, weet ik niet, wereld. Next Brussel, Next Londen, Next... Als je niet in World Domination gelooft, dan heeft geen zin. Ja, dan moet je het zo inderdaad ook doen. Ja. Als er mensen gekeken hebben, in andere gevallen vragen wat, waar ben je naar op zoek? Bij jullie zijn die twee kanten, startups, investeerders, waar ben je het hardst naar op zoek? Ja, allebei.
Ja. Dat kan niet, hè? Je moet kiezen. Nee. Timon zegt altijd investeerders en ik zeg altijd startups. Dat is een beetje onze, okay, onze dat rolverdeling. Kunnen jullie vinden bij Next.Amsterdam? Next.Amsterdam. Ja, dat is tegenwoordig een mailadres, toch? Next.Amsterdam mailen, ja. Ja. Maar hebben wij jou al verteld dat wij dit eigenlijk, dat ons verdienmodel is ook gewoon een percentage op dat gedeelte weer. Dus ik wil wel, ik eis wel eerlijkheid van je. Maar al die investeerders die zich dan melden bij. Ja, prima. Ja. Ik drink er een biertje op. Ja. Dat is nieuw voor mij. Ja, goed. Straks mee vaak. Ja, je hebt terug de kracht, gaan we dat nog recht zetten, Stekel. Okay. Bedankt voor het kijken. Je weet, je kan inmiddels een kleine 5 jaar, of eigenlijk al ruim 5 jaar, moet ik heel eerlijkheid zal zeggen, topnames terugkijken via fastmovingtargets.nl en via YouTube. We danken 2ML die ervoor zorgt dat de website gehost wordt. We danken Streamzilla uit Groningen die ervoor zorgt dat er iedere week live kan meekijken. En we danken natuurlijk Bier & Co. voor je hebt niet zo, wat vond je ervan? Esther, je mag bij de als nou, niks zien. Die oatmeal stout, je denkt ik heb een ontbijtje, maar ik vond hem dus best heel lekker. Je vond hem best heel lekker. Oké, okay. Nou, die Stekels is de butman. Ja, ik heb hem vooral leeg. Dus vooral leeg. Oké, okay, nou dan gaan we snel afronden om een nieuwe te halen. Dankjewel. Dag.